Hallo mensen, ik ben DQ de Henry de Dutchman en een tijdje geleden had Rick van Serpent Gameplay gevraagd of je zijn kanaal kan vleeskeuren. Uh, ik heb nu pas de video gezien omdat ik nu pas een beetje te horen krijg van de Serpent Gameplay. En, nou, niet te horen, maar het is een beetje de eerste keer dat ik een beetje begin te checken zijn kanaal. Dus ja, ik dacht, omdat ik geen enkele mening momenteel nog heb over Rick of Serpent Gameplay. En omdat hij mensen uitdaagde om zijn kanaal te vleeskeuren. En ik dus ook nog nooit zijn kanaal gezien. Dacht ik van: hé, hey, waarom zou ik hem dan niet gaan vleeskeuren? Is gelijk ook goed voor mij. Zodat ik weet van: oké, okay, dit voor video's maakt hij. En het is ook gelijk goed voor hem. Zodat hij weet van: oh, dit vinden dus nieuwe mensen blijkbaar van mijn video's. En uh, ik heb hier een linkje staan van uh, Serpent Gameplay. Dus laten we maar erop klikken en naar naartoe gaan. Weer deze klink? Ja, dat wil ik. Open deze link. Oké, okay, wat zien we als eerste? Uh, even kijken, uh, some Gameplay. Elk... Oh, wat? <laughs> Oké. Okay. Ik ben weet niet, is dit te zien? Ja. Oké, okay, ehm... Uh, raar, een gamekanaal. En dan, gelijk beginnen met een uh, Rick vs. Autotune. Als dat dan een beetje jouw video is om je te laten zien van... Oh, dit ben ik. Eh, uh, vrij raar. Gelukkig voor Rick, natuurlijk. We weten heel veel mensen al wat voor een video's hij maakt. Dus. Ja. Uh, we weten dat hij videogameplay-video's video, uh, maakt. Videogameplay-video's. Ja. Klinkt heel raar, maar het is wel de officiële benaming ervoor. Dus we weten wat voor video's hij maakt. En, uh, maar dat vindt, zie je al gelijk zo'n Rick vs. Out ik, ik vind het raar. Persoonlijk vind ik het raar, maar. Ja, laten we even kijken naar de banner. Serpent gameplay: Icons natuurlijk. de Serpent. Kratos. Fuck. Ik weet het ik weet of die Pokémon niet meer. Mario, Een beetje een afgehakte half Het lijkt alsof er meer in zullen moeten zitten dat het niet is. Fucking Binding of Isaac. Het uh, is Gub of Blob of hoe die ook heet. Uh, Lord of Duke of Flies. Harry Potter. Allemaal leuke shit. Twee uh, episodes de aflevering vandaag. Altijd handig om in te zetten. Voor mensen die dat afvragen. Uh, persoonlijk heb ik geen uh, uploadschema, schema. Precies hoe laat. Het is een wekelijkse. Dus ja, ongeveer. Dus laten we maar naar zijn video's gaan en kijken van wat de video's. Oké, okay, dan hebben we kindjes mappen. Nou, laten we eens kijken wat. Oh god, het loopt al gelijk vast. Ik weet niet of het aan zijn video ligt of aan mij. Hoor je dat? Wat hoor, ik, ik, ik zal kijken of ik het zelf kan doen. Hallo, mensen. Gippen, Rick van Ik kan me ook niet meeluisteren bij mezelf. Maar uh, het is. Volgens mij heeft hij geen popfilter of iets, een windkap voor zijn microfoon, die zulke soort uithalingen tegenhoudt. Het is heel raar en dat ook zoiets zo om in de eerste paar seconden. Te horen. En persoonlijk vind ik het ook heel raar. Dus, uh, het, is, het, is een, het kan een stout zijn, maar hij begint. Oh, Loser Hickberg van Serpent Gameplay. En welkom bij een nieuwe aflevering van. Oldschool Flash Games, vandaag spelen wij het spel. Kinderen meppen. Een beetje, een beetje te veel energie en veel te veel armbewegingen. Ik weet niet waar dit goed voor is, maar je doet het toch. Gewoon een leuke observatie, even kijken hoe hij verder in zijn videos. Kinderen op, bikes. Ik, dit ook... maar ik, ik ken het spelletje trouwens oh, wel. Zie. Ik speelde dit vroeger ook altijd. Het was. Het was uh... Uh, officiële naam. Volgens mij heet het iets van Dead Me. Van de Newgrounds. Echt een lachspelletje. Zat dus waarschijnlijk ook Giro. Hero... Ja, game. Zo mee. Ja, dacht ik al. Dacht ik al dat ik zoiets uh, zag, uh, zag staan. Oké. kijken. Oh, wacht, ik laat het andere kindje gewoon aangereden worden. Gewoon wachten. Dit is momenteel een kwestie van geduld. Ontwijk. En de rest van zijn video is dan weer veel rustiger. Het is een beetje van. Je start je video met. Hallo mensen, welkom bij de nieuwe. En de rest van je video is. Ja, dus ik ga een beetje wat rustiger commentaar geven. En. Um, ja, voor de rest, uh, probeer, uh, ik probeer natuurlijk wel te praten, maar het is wat rustiger. Natuurlijk is het niet mogelijk om een hele video... <tiedertijd> ...vol te houden, dat kan niet. Ik, bedoel, ik weet nog niet eens wat ik moest zeggen net. Ik, ik maakte maar een paar geluiden. Maar ik vind het raar, want zoiets... Uh, je intro is wel, zoals hij volgens mij al een paar keer heeft gezegd... van ...je intro is wel heel belangrijk. Je eerste paar seconden, dat is wat mensen denken van... ...oh, dus hier gaat de video over. Dit, dit is de energie die je... Geeft aan je video. Terwijl het bij hem is van. Heel veel energie en dan nooit het. Het is. Uh... Ik heb liever eigenlijk dat hij gewoon start met zijn video. Gewoon met die rustige. coolheid. die hij later gewoon in zijn video's heeft. Dat lijkt mij. In ieder geval. Zo so, kijken of het ook bij anderen is. Hallo, ja, ja. Oudertune. Uh, Kat voor de Zond. Volgens mij. Hij doet wel een paar van de leuke spellen. Dat. Dat kun je altijd wel, uh, kun je wel zeggen van hem. Het is niet dat hij uh, Minecraft en Call of Duty speelt. Ja, verdorie. Verdorie, jongen. Hij had je bijna. Bijna iets uh, positief punten willen geven. Speelt u ook nog Call of Duty? Want uh, dan... Uh, Nazi-zombies. Ja, ja. Ja, ja. Jammer. had je bijna een compliment gegeven. Rick, bijna. Maar ja, wie ben ik om uh, te zeggen dat je slecht bent? Even kijken. Nou, laten we gewoon even een random video doen hierover. Zeg nee tegen 69. Ten eerste, wie zegt er nou nee tegen 69? Als het een hele mooie dame is. wie je al heel lang aan het ...aanpappen bent. dan wil je daar zeker 69 mee doen. Durf je. Maar even de intro. Hallo, Ik ben Rick van Gameplay. En welkom bij een nieuwe aflevering van Far Cry 4. Weer een beetje hetzelfde: armbewegingen. Waarom? Waarom? En uh, ook weer de niet force filter, uh, de, de, de windkap, de popfilter. Wat is die? Dit ding. Dit ding kocht ik voor iets van 20 euro. Het is de beste popfilter die je ooit kan kopen. Momenteel dit ding, want hij past beter bij mijn microfoon. Maar dit ding kost maar 20 euro. Als jij als jij. Een desk microfoon hebt, is dit een must. En als je dit hebt, dan moet je niet te dicht bij je microfoon houden, want er komt er nog steeds wind doorheen. Dat is de sound -to 101 met Niels. Sound is heel belangrijk. Moet ik zeggen, far oh, Het is wel wat uh, low key, wat minder energie. Van Game. ja, laat het maar zitten eigenlijk. Niveau 5, en dan, uh, kun je even... Kijk, en dit is dan weer gewo gewoon. Gewoon een commentary. Als je dan gewoon doet van... Hallo, Hallo mensen. Welkom bij... Uh, Far Cry 4. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. En laten we maar, maar weer verder gaan. Of doe het dan... Je kan het ook wel ietsjes overdrijven. Maar, maar dit is al alsof... zo... Ik krijg er bijna nog diabetes van. zoveel energie erin zit. Jemig. Coleren Rick. Uh, ja. Zou, zou ik hierop abonneren? Ik weet niet. Hij doet wel ander soort... Let's plays dan andere mensen. Dus ik... Ik Eh... Uh... Wat doet nou wel? Uh, mijn, mijn abonnement doet helemaal niks. Dit is puur voor mezelf. Zou ik, zou ik hierop willen abonneren? Blue bedoel, Rollo Koos, Tijd de Koen. Kindjes Nou, je weet. Als je hier kijkt, weet je niet echt over welke game het gaat hier. Dit is, dit is een geweldige game. Volgens mij doet hij best wel veel uh, van die flash games. Wat ik altijd wel grappig vind. Ik geef je een. Uh, ik geef je Benefit of the Doubt.